Odi, Odi, goedemorgen. Jongens, het kan niet anders dan dat dit een prachtig mooie dag gaat worden. Want ik werd wakker en ik zag mijn buurman in zijn tuin. Toen heb ik hem geroepen, want ik zag al geruime tijd deze dingen hangen. En ik wist niet wat ze waren. Praatje met de buurman gemaakt en het zijn Surinaamse marcousa. Ga ik zo mee experimenteren. En even later riep hij me weer en toen kreeg ik bloemen. Zuid heeft alles. Oh ja, daarachter zijn er veel, maar ik ga niet zo ver. Oh, ik kan zo lopen. Ik kan daar lopen. Nee, ik ga hier lopen. Wow, en ze zijn groot. Deze is echt groot. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik zag het ineens eergisteren. Oh, dan heeft hij het echt goed gedaan. Ja. Kijk zoveel. Ja, oh. Ze zitten allemaal hieronder. Kijk hier. Oh. Kijk hier. Daar is er nog één. Desanlai. Dit is echt bijzonder. Nog nooit heb ik dit ding gezien. En u zegt het is gewoon marcousa? Het is marcousa. Oké, nou. Dan heb ik weer wat geleerd hoor. Ja, ik heb twee daar gezien. Zo gaaf dit. Ai, Srana. Srana Ichag. Mooi staan hier hè. Ja, ik zie ze daar achter. Ben op de grond. Hangen ze. Ik heb ze gezien. Super mooi om te zien dit. Jongens, spannend! Ik ga deze snijden. Ik heb hem gewassen met een schuursponsje. Ik ben zo benieuwd. Dichterbij halen. Want het gaat niet om mij. Deze truffel mag even weg. We gaan samen de inhoud bekijken. Oh, dit is zo spannend. Kom niet dat de beestjes of zo erin. Oh, kijk. Zo ziet het eruit. Ik pak even een lepeltje. Wat ik dus heb begrepen, is dat je hem... Dit alles in de blender moet stoppen. Dus ik ga kijken waar het naar smaakt. Het is lekker. Is echt marcousa. Dan ga ik jullie één ding vertellen. Ik hou niet van marcousa. Maar ik was zo benieuwd hiernaar. Ik ga wat van de schil eraf halen. En dat doe ik in de blender. Dit is hem geworden. Ik heb alleen de binnenkant eruit gehaald. En die was een beetje rubberig. Dus die heb ik eruit gehaald. Maar voor de rest, de schil en de pitten, heb ik gelaten. Zo, marcousa. En dit kan een goed gevulde smoothie worden. Ik ga het een en ander aan toevoegen. Ik heb een rode dragonfruit. Die bewaar ik altijd voor mijn smoothies. Soms vind ik het ook wel lekker hoor, om zo uit te lepelen. Maar voor vandaag... We gaan eens... Smash it up!
try this again. It's perfect. Dit is echt super, super, super lekker. En ik kan zelfs mijn bril voor afdoen. Echt een aanrader hoor, deze Marcusa.